kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. En vandaag ook weer op de vlog van de Q&A. Mensen. Ik heb eens op mijn gsm gekeken. Kom aan, reageer in op mijn filmpjes. Bijvoorbeeld met vragen of zo. Oh, die filmpje is leuk of zo. En daar geef ik dan ook nog eens een reactie dan ook eens op en al. Dus was dat wel. Het is wel stil gevallen, dus de Q&A gaat ook korter zijn dan normaal. Gaat dan korter zijn dan normaal. En het is ook al goed buiten. Aangenaam deze keer, nu niet te warm, niet te koud. Juist goed. Allee, ik ga eens richting mijn wagen toe. Hupsa 3. Hupsa 3. Ja, toe laten klikken, voilà. En dan vertrek ik richting mijn vriendinneke. Allee, hoe moet ik het zeggen? Doe me. Ik kan nog niet vertrekken. Ik ben nog iets vergeten, boven. Jullie komen maar mee. Vlak ben ik weer aan mijn voordeur. De voordeur gaat open. Even lopen. Mijn deur terug opengooien. Dan helemaal door naar mijn slaapkamer. Ik zeg, ja, dat ga ik niet vergeten als ik het er ook zelfs opleg. En toch vergeet ik het. De bankkaart. Ah ja. Zonder brandstof kun je ook niet rijden. En dan buiten de adem. Dan start je die trappen terug op en af te gaan. Dus het gaat goed, redelijk goed met mijn rug. En als ze hier bezig zijn, hier zijn ze precies metingen bezig in het veld. Voilà. Ik ben al 3 minuten al aan het vertrekken. Oh, en een half. Wat voor muziek is erop? Ik hoor geen muziek. I can feel it. Ken ik niet. Ja, ik ken het wel, maar ik kan het niet nazingen. Oh, het is weer al laf, zal ik zo zeggen. En ik hoop dat jullie, ik weet dat die vlog 1 dag later online gaat komen. Ik hoop dat jullie vandaag, ja, het is eigenlijk gisteren, allemaal een geweldige, dus de kinderen en de middelbare scholen, een geweldige eerste dag van hun school hebben gehad. En nu zijn ze overal aan het werken, hè. Overal. Het is weer september en dan moeten ze overal weer op de straten opbreken. Juist als de scholen beginnen. Goed bezig, mensen. Goed bezig. Weet je, voordat ik aan een lichten zet, wil ik wel ook even zeggen hoe warm dat het is. Ja, die moet toch een klein beetje gaan afremmen. Ik ben echt dit niet.
Ja, want ik wil geen boetekens meer ontvangen, dus ik hou mij ook overal aan de rijstijl aan. Dus waar je 50 moet rijden, is het 50. De blauwe bord, of het een verkeersdrempel is, is 30. Voilà, en dan zijn we er terug vanaf, dan moet je terug 50. Ja, vluchtheuvels zijn altijd 30. Ik heb het opgezocht en dat is ook nog waar ook nog. Alleen moet er met een bord zijn aangeduid met, ja wel, hier moet je wel 50 overrijden of 70 overrijden als het aangeduid is. Zo niet is het 30 te over. Als er een blauwe bord voor staat. En als er geen bord of zo staat, dan weet ik het niet. Daar heb ik niet opgezocht. Als iemand dat kan verduidelijken. En de wachtbekken hier in Alken, die staat redelijk laag. Zet die eens even dus terug open, gemeente Alken. Dat ja, de planten daar ook terug voedingsstoffen krijgen en al. En ook, zo wil ik onze reiger en al, dat die daar ook de vissen en al terug kunnen vangen. Er was een biesken hier binnen in mij gevlogen. In mij gevlogen. Hoop mij eens. Ik ga eens heel snel aan u kijken, want ik sta toch op een kruispunt waar ik moet wachten. Ja, oké. Ik kan niet kijken. Nee, lukt mij niet. Lukt mij niet, want er staan al auto's al achter mij. Dus als je altijd iets wilt doen... Voilà, we zijn vertrokken richting haar. Woehoe! Tot straks allemaal. Zoals straks dus zeggen, ah ja, ik heb daar al gisteren ook gezegd, hoeveel graden het vandaag gaat zijn. Ik kan dat nog meer zeggen. Voilà, tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Dan moet ik wel eens denken van what the fuck. Ah, wel, ik ga jullie ook nog zelfs meenemen bij het tankgebeuren. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo, hier bij het tankstation luk al aangekomen. Ja, dat is nog altijd een van de goedkoopste tankstations. Daar kan ik niks aan doen. Even voor 20 euro tanken. Dan pak ik jullie mee, dat is pomp 4. Allee, kom aan. Ah, dat is van boven, moet ik het doen. Voilà, kaart werd gelezen. Oké, ik ga verder. Er kunnen geen tickets worden op afgedrukt. Dus ik stond aan pomp 4. Ja, dan nog mijn code. En dan zegt een. Wordt geweigerd door de... Oké, die werkt dus alweer al niet. Dat die weer al niet werkt. En die doet het wel. Oké. Even wachten op de andere terminal. Voilà. Dat was pomp 4 waar ik aan sta. Voor die kaart in. Oké. Ja, nee, buurt erop. Neem kaart terug. Allee, kom aan. Wacht, ik kom aan. Ik ga het nog eens met die andere proberen. Zo moeilijk heden heb ik nog nooit gehad met tanken. Die gaat wel. Ik ga verder. Super 95. 4. Ah. Ja, ik kan tanken. Ja, het is gelukt.
een van de Jumbo wil mij ook helpen. Dankjewel Jumbo. Van Salamres Herrik. Even wat reclame maken dan, hè. Ik hoop 15 euro stoppen. Ik zit er 11 cent over. Oh my god, daar is het weer al aan de hand. Alle auto's aan de kant. Dat is de politie maar. Het ziet dus hoe weinig respect dat het er ook soms wordt vertoond. Allee, het is de brandweer. Zit er weer al toch nog in een auto die wilt oversteken nog voordat de brandweer er is? Geweldig. Ja, dat is de commandant. Dus dan is er ergens wel iets ergs aan de hand. Die moeten altijd heel rap dan ergens aanwezig zijn. Ik ga nu nog mijn dingen eruit krijgen. Voilà. Zo. En nu terug vertrekken. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Zo mensen. Ik en mijn schatje gaan een Rumicup doen. Maar ik kan haar niet op beeld brengen. Of anders zeg baf, ban op YouTube. Dat is echt waar hoor. 15, 15, 1 te veel. Ook 1 te veel. Ik had er ook 15 graag op schat. Maar dus ik heb ook dat, eentje weggedaan. Ik denk dat... Ik weet niet of het juist is. Dus... Ze liggen omgedraaid, je kunt tellen als je wilt. Ik ga eens gauw eens tellen. 2, 4, 6, 8, 10, 14. Voilà, dus we gaan nu zo wat nog Rummikub nog spelen. Dan zien we nog wel wat er nog allemaal op onze pad terechtkomt. Sowieso ook nog de kinesist. Dan ga ik nog wel eens gauw eens kijken, de juiste uur van de kinesist. Want daar waren we even een kleine discussie. Mijn schat zegt van zo laat en ik zei van zo laat. Hè? Tegen mij zei je dat eerst dat 5 uur was. Ja, ja. Even kijken. Ah ja, maar ze hadden u nog gebeld of het vroeger kon of niet? Dat was de vorige keer. Ah. Dinsdag 3 september. Ah nee, ik moet pas dinsdag gaan. Hè? Wacht. Snap je het nu niet meer? En wat staat hier in mijn gsm? Vandaag of wat? En op mijn gsm staat dat vandaag. Dan moet je bellen. Dan moet ik eens even bellen naar de kinesist. Ja, 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 ja. Dan gaan we ze ook eens even dus doen dan. Dan zeg je, ik ben vandaag nog thuis, maar ik wist niet meer hoe het gaat. Ja. Want op de ene agenda staat zo laat en de ander. Ja. Dus even kijken, waar staat het telefoonnummer? Ja, daar. 011 en dan de rest zeg ik niks meer. Oké. Okay. Goedendag, het is hier met Dimitri. Ik heb een vraag. Ik had nog twee afspraken opstaan deze week. Is dat vandaag of is dat morgen? Ik zal even kijken, momentje Dimitri. Oké. Even kijken. Want in mijn gsm staat vandaag en op de... want ik heb zo, het is zoveel keer dat ook alles veranderd is geweest dat ik het ook niet meer aan uit kan. Dit ook, ik ga even kijken. We gaan stuur ik het mailtje nog eens even na. En dan heb je gewoon overzicht. Dus morgen om 6 en donderdag om 5. Maar ik zal nog even negeren al die andere mailtjes. Ik ga de mail nog eens sturen, want het is morgen om 6 uur. En ik zal het laatste mailtje is het juiste mailtje. Ja, en ik ga sowieso zeggen, donderdag 5 september ga ik niet om 5 uur bij jullie kunnen geraken. Omwille van...
Ja, als ik ging wijken, altijd een Globagem heb ik daar gedaan om 3:50. Ja. Maar ik word niet uitgehuurd naar Globagem. Ik moet in Bewelsentruiden wijkplaats blijven. Ja. En daar moet ik wijken tot 4:30. Dus... Ja, maar weet je, bespreek dat misschien even het makkelijkste dat je dat morgen even bespreekt. Ah, oké. Okay. En dat is het makkelijkste. Ik zal wel even doorgeven en dan kan je dat even op dat moment bespreken. Goed? Oké, okay, dat is goed. Dat is heel... Okay. Oké, okay, zeg maar nog een goede dag verder, hè. Dankjewel. Ja, dag. Voilà, dat is dan ook weer al afgerond. Dus ze gaan dus een e-mail kunnen opsturen. En nu, Rumicup. Hallo allemaal en welkom op een Q&A-video. De eerste vraag is vanuit Discord. Van Juicy Hadi. Welke spelletjes speel jij op je mobiel? Welke spelletjes kan jij aanraden? Wel, ik kan niet direct bij de naam zeggen, maar ik zal mijn applicatie eens opengooien. Gaming Hub, waar ik dan altijd ook veel speel. Sowieso af en toe nog eens een keer Pokémon Go, dat ga ik ook wel zeggen. Dus even kijken hoe ze noemen in de lijst. Rolling ASMR. Sorry, hè. Gundam Factory Tycoon. dan Rhythm Rush Uno. En Trash Tycoon. En Beatstar. Sowieso Beatstar. Oké, ja. En dan voor de applicatie Pokémon Go gebruik ik daarvoor. Eens even gaan kijken. Kijken. Hoe dat ook noemt, hoe dat hier op staat. Ah, hier. Calciv. Daar gebruik ik voor Pokémon Go. Alsjeblieft voor de uitleg. Hoe groot ben je in centimeter, niet in voeten? 1,87 meter. Hoe groot zijn die voeten dan? Ik heb een maat 50. In voeten, niet in centimeter. Gewoon ja, maat 50 van schoenmaat. Hoe groot zijn jouw armen? Groot. Niet in centimeter, maar in voeten. Groot, voilà. Wat voor vragen. Dan Juicy HD opnieuw. Wat vind jij van de nieuwe flesdoppen die vastzitten aan de fles? Irritant. Oh, irritant. Maar ja, we moeten het erbij nemen hoe het er nu erop zit, hè. Voilà. Hoeveel voeten gaan er in 8 armen? Dat weet ik niet. Dan Doekie, wist je dat het de eerste keer is 666 jaar? Is dat Halloween valt op een vrijdag de 13e. Oeh. In 666 jaar is dat Halloween op vrijdag de 13e valt. Klopt dat nu wel? Oh my god. Nee, die valt niet op vrijdag de 13e. Aha. Die valt... De 31 oktober valt op een donderdag. Wanneer dat terug de vrijdag de 13e is, dus ja, voor Halloween, dat is volgend jaar pas, in 2025, Doogie. Dus je hebt ergens een mistel gedaan, dus dat is pas volgend jaar, Doogie. Want mijn Windows kalender zegt dat het op oktober 2025 de 31ste op een vrijdag valt. Ah, de 13e, wacht. Ah, vrijdag de 13e. Ah, deze jaar. Eens even terugkijken. Dan gaan we eens terug. Hè. We zitten hier. September, oktober. En vrijdag de 13e valt deze jaar. Dus in oktober. Dat valt op een zondag. En dat weet ik dus ook niet, hè, wat hij dan daar ook nog allemaal bij wilt vertellen van.
Wist je dat de eerste keer is dat in 666 jaar Halloween valt? Was weer een Facebook groep die mij weer al op het hand deed. Dan JRG. Ben jij ooit al door de metaaldetector geraakt op de luchthaven? Ja, waarom niet, denk je? Ik ben al zo met de vliegtuig naar Corfu gereisd. Ik ben ook al met de vliegtuig naar Spanje gereisd, 2 keren zelfs. En that's it. Dus ik heb toch ook al redelijk wat gevlogen, dus altijd door de metaaldetector geraakt. Dus waarom zou je daar niet door geraken? Dus daar vraag ik mij erbij. Oké. Nu de vragen dus van YouTube. Hè? Dus er zijn redelijk wat weinig vragen. Misschien dat het ook het einde van de vakantie is. Dat er nog veel mensen nog dingen wouden doen. Vooraleer dat ze naar op YouTube gaan kijken of zo. En dan zit ik weer al verkeerd bezig. Joink. Video's tot de vorige Q&A. Voilà. Nieuw tabblad. Ja, oké. Dus van oud naar nieuw. Dus de vorige Q&A. Dus vlog 1873. Daar zijn 7 reacties op gekomen. Mooi. Iemand Pro Viewbot. Gij zijt gek. Op 37 minuten 50. Dus we gaan dus weer eens meekijken. Ik zie mijn schatje dood geraakt en daar komt niemand intussen. Ah, dat ik daar gek in ben. Waarom zal ik daar in gek in zijn als ik mijn schatje echt heel graag zie? En dan heeft hij hier weer al 31:14. Ik ga nog een keer eens laten luisteren. Heb je een toestel in de badkamer aan medium? Ah, die lol. Ja, oké. En dan zit hier 2815 CSGO brengt u tot rust. Zeggen. Wat zijn enkele van je favoriete manieren om te ontspannen of tot rust te komen? Dan zit ik veel op mijn. Ah ja, oké, ja. Ben jij weer al zo vriendelijk? Eens even ook laten horen. Ja, oké. Okay. Ah, ja, ik stond een klein beetje in de baan, hè. Sorry. Ja, ga aan de kant. Dat zeg ik ook eens tegen jou. Ga eens aan de kant. Ja. Als je bijvoorbeeld een week, als je een week in een relatie zit, dan is dat zo, schatje, ga alsjeblieft eens aan de kant. Bijvoorbeeld na een maand, schatje, ga alsjeblieft eens aan de kant. Misschien nog na een half jaar, schatje, ga alsjeblieft eens aan de kant. En dan bijvoorbeeld na een jaar is dat bijvoorbeeld, ja, ga eens aan de kant. Voilà, ja. Dat zijn de ontwikkelingen van het leven, hè. See man, die me geen moed van komen, of jij wilt of niet. Wie gaat mij tegenhouden, want ik heb andere plannen op staan. Boterhamvlogs. Niet onder de onder trein springen, makker. Dat zal ik ook nooit doen. Dat zal ik ook nooit doen. Alleen, wacht hè, daar is het wel een droom achter. Wat ik wel eens ooit eens wil proberen, maar ik weet niet als dat echt ook werkelijkheid kan. Get die ijzeren baren daar niet dan zo op gaan liggen, hè. Niet zo op gaan liggen. Maar gewoon er echt zo ertussenin. Dat je mee met die ijzeren baren ligt. En dat je dan zo eerlijk naar boven kan kijken. En dat je dan zo die trein zo over ziet zo rijden. Joink. Dat moet toch zo ook eens vet zijn. Dat is een wilde fantasie, hè. Mensen, probeer dat niet uit, hè. Ik weet het niet als dat gaat, ja of nee. Probeer het niet uit. Don't try this. Dank u. Dat is gewoon een wilde fantasie van mij, hè, mensen. Niet,
niet ook in jullie fantasie gaan doen en dan ook gaan echt gaan uitvoeren, niet doen, hè. Oké. Boterhamvlogs. Dimmy, die gaten in uw stuur zijn denk ik door de, die pool, denk dat ze zo die airbag vervangen hebben of verwijderd. Die gaten in uw stuur. Ah ja, dan moeten we dan eens wel eens... dat is een hele goede tip van Boterhamvlogs. Daar zal ik ook wel eens laten naar kijken. Goeie tip, dankjewel. Die neem ik zeker en vast mee. Dan vlog 1874, één reactie van Boterhamvlog. Heb jij weer gelogen in deze vlog? Jij zegt dat jij een gat gevallen van 1 kilometer diep is. Is 1000 meter, als dat echt gebeurt, dan breek je iets. Klopt ook. Ik heb even niet logisch nagedacht. Ja, ik ben een kilometer in een gat gevallen. Een kilometer is wel redelijk diep, hè. Dat is 1000 meter, hè. Dat is 1000 meter. En je weet, ik heb hoogtevrees, hè. Een meterke. Voilà. Een meterke. Dus bij deze hoop ik, Boterhamvlogs, dat ik... Sorry, ik heb niet nagedacht wat ik daar had gezegd. Dat is niet gelogen. Sorry, dat is niet gelogen. Dat is gewoon niet even nagedacht. Een foute bespreking. Of verspreking, of hoe je dat ook noemt. En hierbij zet ik het recht. Dus mensen, op vlog 1874. Ik ben niet in een kilometer diepe gat gevallen van een beverhol. Maar wel van een meter diep. Bij deze is het dan ook weer... verbeterd. Dan zitten we aan vlog 1875. Daar zijn 7 reacties op gekomen. Dardro. Wanneer die Lambo... Ha! Mag ik daarvan dromen? Dardro. Dat is... Zoals ik een Lamborghini of een Ferrari, ja, dat zijn mijn droomauto's, maar liever een Lamborghini, waarom liever een Lamborghini? Of een Land Rover, redelijk veel ruimte achter je, laadruimte, en daar hou ik van. Dan Keizer Traza, wat een top intro, de blijheid spat er vanaf. Dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ik ben blij, ik ben blij, ik ben blij. I'm happy, I'm happy. Dan Seaman, een van de betere vlogs. Dankjewel, dankjewel. Daar geef ik wel een mooi hartje voor. Dan hebben we nog Alexander Roelens. Jij bent een goede vlogger. Love naar jou toe. Een shout-out naar jou toe. Een dikke duim naar jou toe. Dankjewel. More information. Ik hoop niet, Alexander. Even terug, even naar Alexander toe. Ik hoop niet dat ik jou nu heb laten blozen, hè. Sorry daarvoor, dat was niet mijn bedoeling. Oké, dan gaan we door naar more information. Dat is een reactie. Oké. Dan gaan we door naar top. G. Ruben, yo Dimitri, ik vond je zangkunsten wel fascinerend. Groeten Wilfried. Dankjewel, 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 dankjewel. Sorry, mijn mening, maar saai, hopelijk morgen betere vlog. Dat gaat niet door, want dat is voor morgen. En dan gaan we door naar vlog 1876. Nul reacties. Ouch. En dan ook nog eens op vlog 1877 ook nul reacties. Dus mensen, pauze waar reacties en al. Dan is ook deze Q&A ook niet zo kort. En ik wil terug leuten doen in de Q&A. Blijdschap doen naar de Q&A. Ja, noem maar op.
Dus... En als er zo weinig reacties gepost wordt, ja... Dan weet ik er niet voor, hè. En daar wordt een en ander ergens iets gepost of zo, maar niet in mijn Discord server, die geploepeloepeloep zijn van andere Discord servers uit. Ah ja, en dan ook nog even dit. Ik ga even mijn tekst weghalen. Ah nee, dat ga ik via mijn GoPro doen. Dus ik zie jullie allemaal in de volgende fragment. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Dankjewel, Team D van de QQQ&A. Ik ga even mee rechtzetten. Ik heb dus 3 evenementen aan te kondigen waar ik dus sowieso ook al aanwezig zal zijn. De eerste evenement is... Jawel, hier staat het. Drosrock.be. Drosrock gaat door op Sint-Jansplein in Hasselt. Ik zal er aanwezig zijn op zaterdag 7 september voor proberen een interview af te leggen, onder andere bij Doet Er Niet Toe en ook bij de organisator waarom dat hun zijn begonnen met dit te organiseren, want het is hun 2e editie al. Want de mensen die het organiseren, die ken ik ook al sinds kleins af aan. En daarom dat ik ook hun heb ook aangesproken van, jullie hebben toch een hele leuke evenement, dus dit deze, drosrock.be. Ik wou al eens even afkomen voor te komen filmen en ik heb dus toestemming gekregen. Yay! Top tuimkes. Tuimkes omhoog, hè. Tuimkes omhoog, tuimkes omhoog. Voilà. Dus je kunt daar dus ook op vrijdag 6 september dus ook terecht voor dus de volgende affiche staat hier dus langs. Ik ga niet al die namen opnoemen. En op zaterdag is het terug weer opnieuw tussen... kijk het te goed. Op vrijdag begint het om 16 uur tot 12 uur s'nachts. En op zaterdag begint het al om 14 uur tot 12 uur s'nachts. Oké. Voilà, dit was alles over drosrock.be. Dankjewel voor de uitnodiging. Zo gaan we door naar de volgende evenement. En dat is... Hier is hem dan weer. Xlan. Xlan gaat door op 27, 28, 29 september 2024. De participants zijn momenteel 78 in gebruik van de 85. Dus er zijn nog 7 plaatsen vrij. Dit is opgenomen om 16 uur 18 op 2 september. Dus als er dan al meerdere plaatsen omhoog zijn gegaan, dat is... Jammer genoeg, dan is dat niet gelogen, want ik, op zo laat was er nog zoveel plaatsen vrij. Oké, je kunt ook nog altijd terecht ook, onder de community Psycho TV Fun Team. Dus daar is ook nog altijd plaats. En dan over de competities van Xlan. Bij Xlan draait alles om leuke competities. Bij elke editie organiseren we ongeveer 8 competities in verschillende genres. Deze spellen zijn meestal gratis te spelen. Of wij bieden de game aan, zodat iedereen eraan kan deelnemen. Ik moet ook even naar de klok kijken, want ik moet ook nog naar mijn ouders toe. Dan bij inschrijving kunnen ze kiezen aan welke spellen ze mee kunnen doen. Het is niet verplicht om aan een compo deel te nemen. Maar hoe meer wedstrijden je inschrijft, hoe meer kans je maakt op reizen. Bij elke spel kunnen punten worden verdiend. Hoe hoger je scoort, hoe meer punten je krijgt. Zelfs als je laatste binnenkomt, zorg je ervoor dat je nog steeds een minimum aantal punten ontvangt. Nadat alle scores zijn opgeteld, ontvangt de topspelers een... van de prijzen van onze sponsors. Registratie voor de competities en het schema worden tijdens het evenement op onze intrasite bekendgemaakt. Indien u na inschrijving niet deelneemt, telt uw score niet mee voor uw eindscoren. We hebben een aantal terugkerende competities zoals poker en PC gooien, maar voor de andere houden we het fris en wisselen we verschillende spellen af. Deze houden we geheim, zodat iedereen kans maakt om te winnen.
Valessa, dit was dus over Ixlan. Waar gaat het nu nog alleen door? Dus de deuren gaan open op 27 september om 18 uur en sluiten op 29 september om 18 uur. De ticketprijs is nu momenteel €45 en aan de deur €55. Aan de deur is aan de OC De Brug, Kerkstraat 129, 3850 Nieuwerkerken. Daar gaat ook het evenement door. Voilà, dit was dus over Ixlan. Jawel, ik ga even mijn camera terug activeren. Dan gaan we door naar, jawel dames en heren, hier staat hem dan in het groot, jawel, CULAN. Daar zijn momenteel 36 tickets verkocht van de 115, dus daar zijn nog tamelijk redelijk wat plaatsen. Deze gaat door op 8, 9 en 10 november 2024. De deuren gaan open op 8 november om 18 uur. En de deuren sluiten terug op de 10e november om 16 uur. Gratis parking. En de bar is 24 op 7 open. Waar het allemaal doorgaat is in de Spiraal Sakai 29 9500 Gerardsbergen. De ticketprijs is... daar ga ik even jullie ook overlopen. Je hebt twee verschillende ticketprijzen. Dus oftewel koop je gewoon een ticket. Dus een ticket without prac. Dat kost u dan €55. Nu momenteel. En dus als je dan met prac-fets aankoopt, is het €60. Je spaart daar €5 mee uit, dames en heren. €5, want een prac-fets, je krijgt dat zowel voor zaterdag als voor zondag. En wat er ook nog in uw ticketprijs zit, is ook in een speed seats stoel. Dus een aangename gaming stoel. Voilà. Wat voor informatie kan ik nog geven? Dat is eens even kijken op hun website. Nieuws. Niet echt. Nee, er is nog niks nieuws bijgekomen. Dus CULAN dus, gaat dus door in Gerardsbergen. Daar zijn 36 tickets nog maar verkocht van de 115. Dus schrijf je ook in. En er is ook een Psycho TV Community Team aanwezig. Dus schrijf je in ook onder Psycho TV Community Team. Als je wilt samenzitten met je kameraad, vriend of een vriendin. Noem maar op. Ook zowel ook op... Ixlan, dus schrijf u daar onder zijn kleinnaam in. En je kunt u dan samen zitten langs uw vriend of vriendin, noem maar op. Die je dan ook samen dan ook meeneemt. Allee, mensen. Ik dank je wel om naar deze hele leuke, boeiende informatie te kijken in de LAN-party scene. En zowel in de muziek scene waar ik aanwezig zal zijn. Wat ik nog vandaag ga doen, dat is nu vertrekken naar mijn ouders. Tot ziens allemaal. Yo, yo, yo. Amai man, het is zwoel buiten. Ik stap in mijn auto en wat begint het in één keer te doen? Jawel, de eerste regendruppels zijn weer al aangekomen. Oh, 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 ik zwier tot en met. Gewoon dat het gewoon in mijn auto heel, heel warm is. Nu op weg mijn was gaan halen. Mijn eten gaan halen. Dankjewel nog altijd aan mijn ouders dat ze altijd nog eten willen maken voor mij. En morgen mijn eerste werkdag terug. Lieve carrière, kijk ik er naar uit? Ja, natuurlijk kijk ik er naar uit. Dan zit ik niet meer tussen die vier muren gezadigd. En een klein berisje aan de inwoners van Alke hier aan de brouwerij, die rode lichten. Als je fietser bent, respecteer die alstublieft, want er zijn ook al wat ongevallen gebeurd. En het is nooit leuk. Dus als het op rood staat, gelieve te stoppen en te wachten tot het groen is. En ondertussen tijd is het wel hennig beginnen te regenen. Ik wou het eerlijk toegeven, nu een heuvelken op. De heuveltjes van Erika. Bart
van de bossen. Oh, dat is lang geleden. Moet je dat nog zo eens doen, of nog zo'n karaoke doen, zo in de auto? Ja, dat kan wel leuk zijn. Oh, jeuk aan mijn neus. Is er iemand van jullie kijkers aan het rollen over mij? Wie? Jij daar? Ja? Pas op, zeg. Pas op, hè. Van ons kom ik je wel eens halen. Nee hoor, mensen, nee hoor. Maar de wolken zien er wel dreigend uit. Ik wil het jullie wel laten zien hoor, mensen. Ik wil mijn raam even laten openstaan dat het toch wat kan tochten. Heb je daar geen schrift voor inbraak? Nee. Tegen. Ik mag niet buiten. Ik mag niet buiten. Kijk eens, mensen. Wat een dringende wolken. Allee, ik ga nu mijn eten halen. Yo, 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 yo. Zo, ondertussen tijd is het nog zwaarder beginnen te regenen. Gordel aan, handvrij af. Kijken in de spiegels, kijken over je dode hoek op de schouder. Even zo doen. Dus dode hoek op de schouder. Oh. Ja, ik moet ook nog zo eens. Zien jullie daar zitten ook als ik eens ooit zo dashcam filmpjes ook zo beoordeel? Hoe ik me dan, hoe ik het dan zo voor mij ziet van, doe dat toch niet. Of, oh nee, toch niet weer over een volle streep. Noem maar op. Ja, altijd vriendelijk zijn tegen wandelaars. En ik zeg jullie, die heeft goesting in deze regen. Maar ja, de hond moet uitgelaten worden, hè mensen. De hond moet uitgelaten worden. Ja. Ja, ik kan uit. Ja, achter ons zijn ze mazoet aan het leveren al voor de winter. Misschien dat het nu goedkoop staat, dus als dat zo is, sla je slag en doe het binnen, hè. Vooral dat het dan terug duurder wordt. Amai, dat is echt druk verkeer. Dit is geen baan voor de vrachtwagens, hè, waar ik nu rij, mensen. Denk eraan. Dat staat ook aangegeven. Dat als ze in Welle willen geraken, moeten ze via het centrum rijden, denk ik. Of ik weet niet hoe het zit dan met het richting, want hier staat die bord. Of toch niet meer. Ben ik fout geweest? Oh, de wind komt eraan. De wind komt eraan. Ziet dat eens. Ziet dat eens. We gaan dat even zien. Dus. Oh my god. En daar moet ik door. Ah. Even terughangen. Er is nu toch nog even niemand niet. Voilà, achter mij. Dan kan ik het heel rustig eens rijden. Hoe is het dan met de wachtbekker? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Hoe het met de wachtbekker zit. Maar ik trek al drie auto's nu wel achter mij. Holy shit. Wat is dat hier? Oh my god. In één keer een hele zware bladerenverlies. Ik weet niet of jullie het zien. Oh.
staat daar in een keer. Precies een windhoos. Dat was even akelig. Die doet daar in, dus dat is goed. Dan heb ik mee. Hup, straat mee terug opvullen. Ik denk dat het vies gaat worden vandaag nog. Dat we leuke weer vandaag echt al hebben gehad en nu het niet leuke weer. Niet leuke weer, dat bedoel ik meer met hagelbollen of dergelijks. Want ik kan mijn wagen niet gaan beschermen. Dus als het kapot is, ja. Dan heb ik dan al meer al aan de hand. Ja. En de windmolens zijn ook volle bak aan het rijden, zie ik die van Alken, de twee windmolens. Dag Mark Pinksten, die ook binnenkort terug opkomt bij de verkiezingen om terug burgemeester te blijven. Hij wordt geconcureerd door Bart van Sportwereld. Dus ik wens de beide kandidaten veel succes. Dus de partij 3570 en dan ook nog eens de partij N-VA van Mark Pinksten. Die wens ik allebei veel succes. Probleem is, ik heb ze allebei graag. Op wie moet ik dan gaan stemmen? Op wie moet ik dan gaan stemmen, mensen? Help me eens uit de nood, want de jager schiet mij dood. Voilà, ze. Ben terug aangekomen. Voilà. En dan zoek ik jullie allemaal zelfs terug, want kijk eens wat ik allemaal moet meenemen. Wat ligt hier? Tot zelfs allemaal. Jojojo. Sorry dat ik op een hobbelweg zit. Oei, zo ziet u mij niet. Zo wel. Kijk of ik de muziek uitzet of anders heb ik gebied al copyright claim. Voilà. Dus. Ik ben nog even op en af geweest naar mijn maatje Chris. We hebben daar echt ook nog leuten gehad. We hebben daar iets samen gedronken, samen gegeten. Ja, ik niet. Maar mijn lieverd wel. En mijn maatje ook. Daar dan zijn dan nog twee lekkere duveltjes gedronken. En wij twee lekkere colakjes gedronken. Jee. En ik ben weg aan het zakken. Jee. Oh mannetjes, mannetjes, mannetjes. Wat een hoebelbaan is dit hier wel niet, hè? Van een alke. We mogen ze hier ook zoals enige en al beton leggen. En ook nog dit, ik zie hier net weer al een fietser. Mensen, het is terug school. Het gaat ook terug vroeger donker zijn. Fluo-vestje aandoen, alstublieft. Rode licht achter, witte licht vooraan. Reflectoren op uw fiets, doe het alstublieft. Laat u zichtbaar zijn in het verkeer. Want het is nu ook donker en dan zien we bijvoorbeeld de automobilisten u pas binnen 10 meter en dan moeten we daarop gaan corrigeren als je bijvoorbeeld ergens wilt afslaan en al. Wij willen u eens kunnen zien. Laat u opvallen in het verkeer. Dank u. De wijze woorden van Psycho. Echt waar. Dat zijn echt wijze woorden. Want ik heb er juist ook nog op de oude baan van Sint-Truiden-Hasselt ook nog een mama gezien met een kind. De mama... niks van verlichting of fluo-vestje aan. De kind niks verlichting of fluo-vestje aan. Of reflectoren of niks niet op de fiets. Voilà, ik ga jullie even wat beter zetten. Voilà. Dus laat jullie alsjeblieft zien in het verkeer. En ja, voor, je speelt ook met je eigen leven. Dus bijvoorbeeld, er zijn ook fietspaden. Rakelings langs de auto's af. En als je dan geen fluo-vestje of iets dergelijks hebt, dan kunnen we ook niet zo snel corrigeren. Voilà, even over de fietsers. En ook natuurlijk voor jullie wandelaars. Wandelaars, daar ga ik jullie ook nog even op in. Dat is
ook alsjeblieft een fluofesje aan. Desnoods ook een rode lijstje achteraan op uw rug en een witte lijstje vooraan op uw buik. Dat je dan, hoe moet ik het zeggen, dat je ook dan zichtbaar bent, ook in het verkeer. Voilà. Meer wil ik daar niet rond vertellen. En blijkbaar ben ik nog van het zwaarste ontsnapt van de regen en al, wat ik jullie ook heb laten zien van die wolken. Blijkbaar heeft het hier echt gegoten in bepaalde stukken van Limburg. Ja, ik zat in de provincie Antwerpen, hè, waar het weer een mooi weer is. En die temperatuurverschil tussen Antwerpen en Limburg was ook... Mannetjes toch. Ik ga jullie eens een beetje verlaten. Ik ga jullie toch nog eens even te goeie zetten. Voilà. Ik blijf filmen nu tot ik bij mijn thuis ben. Nee. Heb ik eens goesingen? Nee. Da-di-da-da-da-da-da-da-di-da-da-da-da-da. Het is nu 21:53. En hier op mijn gsm zeggen ze 21:55. Dus die klok staat verkeerd op mijn auto. Voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik ga nu rechtstreeks mijn bedje doen. Oh. Dus... Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op mijn buiken te drukken. Dan blijf je hier op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een mooie, mooie livestream is. Dan zult er ook wel binnenkort dat er nog eens terwijl is zitten aan te komen. Maar voor mij zit de dag er nu al op. Want ik moet morgen... Jawel, luister nu goed hè mensen. Nu gaan jullie achterover vallen. Morgen moet ik gaan werken. Na een maand stil gelegen te hebben van mijn rug. En dat is echt niet leuk. Dat is echt niet leuk. Draai eens, dank u. Ik ben veilig en wel thuis aankomen, lieverd. Ik zie jou graag. I love you. En slaap zacht. En tot morgen mijn aller liefste schat van de hele wereld. Mwah, 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 mwah. I love you. Even nog een mooie afsluiting doen voor mijn hartsvriendin. Oké. Ik... ben veilig en wel thuis aangekomen. Slaap zacht, dikke knuffel. Dat was dus naar mijn maatje en haar internet staat nog niet af. Oké. En nu alles nemen en dan vertrekken naar boven toe. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan ook niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om op buiten te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En deze toontje dat betekent dat ik ook weer al een bericht heb aangekregen op WhatsApp van mijn maatje. Zo, kom droog. Ik schreef er altijd een grote tekst rond. Van slaapzacht, dikke knuffelen en al. Waar hun dan reageren. Slaapzacht. Gewoon één woordje. Slaapzacht. Slaapzacht. Voilà. Tot later allemaal, hè. Yo, yo. Ah ja, dit altijd zo. Yo, 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 yo. Hey, ik zat wel op de stuppellijnen. Yeah.
dat de goeie uit als hij stempel en dat de grond. Richting mijn kapot gegooid en ik heb alles doorgegeven. Dus goed bezig, Jan Dekkers. Jullie zijn losers! Voilà, jullie krijgen een slechte reclame van mij. Gewoon van controleer jullie chauffeurs, godverdomme! Tot in Tokio! Thank you.
haast, snelheid zit erin. Racen tot het einde in een win. Bekend van de stippenlijn. Altijd goed voor een fijne lijn. Q&A, vragen van fans, elke dag oké. Q&A, Cycoff doet het op zijn eigen manier. Met de headset op zijn hoofd. Slaan de games, nooit een kloof. Videootjes editen in de nacht. Nieuwe avonturen altijd bedacht. Eurotrucker, je brengt zo ver. Elke trip een avontuur zonder meer. Mouwen omhoog achter het stuur. Zingen door het landschap puur. Q&A, vragen van fans, elke dag oké. Q&A, Cycoff doet het op zijn eigen manier. Met de headset op zijn hoofd. Slaan de games, nooit een kloof. Videootjes editen in de nacht. Nieuwe avonturen altijd bedacht.